Ik vroeg het ook aan je collega Elvis Manu, hè, maar bereid je nou op zo'n bekerwedstrijd tegen een amateurclub anders voor dan op een gemiddelde eredivisiewedstrijd? Nee, eigenlijk niet. Vanuit de staf wordt eigenlijk ook hetzelfde benaderd. Dus dat wordt ook van de spelers gevraagd. En ja, dat wordt eigenlijk geen andere wedstrijd. Jullie hebben zelfs beelden geloof ik bekeken van Hoek, begreep ik, van Elvis? Ja, klopt. We hebben vanmorgen voor de training een analyse gekregen van Bronckhorst die de afgelopen weekend was geweest. Dus ja, wat dat betreft hebben we gewoon exact dezelfde voorbereiding als normaal. Wat blijf je dan bij van zo'n analyse? Ja, nou ja, goed. Je weet het, het voetbal is niet hoogstaand, maar ze zijn wel fysiek sterk. En ja, ze zullen het heel klein gaan maken en vooral proberen in de duels te komen. Nou goed, ja, dan weet je wat er gevraagd wordt om het spel groot te houden, bal snel te laten gaan en snel op voorsprong komen. Ja, is dat de belangrijkste opdracht? Snel het verschil maken en hun de indruk geven van er valt niets te halen? Ja, nou ja, goed, dat is heel belangrijk. Maar ook, ja, ik denk dat het ook voor ons belangrijk is de wijze waarop. Hè. We hebben een slecht weekend achter de rug. En als je dan hier thuis speelt tegen een amateurclub, dan moet je proberen om de score hoog op te laten lopen. Hebt dat weekend ook bij jou nog na? Je viel in dat duel, maar blijft dat een beetje een soort wrang gevoel nog een paar dagen? Nou ja, goed, we hebben er gisteren wel even over gesproken. Maar ja, je moet door. Morgen staat er weer een wedstrijd. Wat eigenlijk gewoon een hele korte weg naar Europees voetbal is. Een beker is ook gewoon een hele mooie prijs waar je voor strijdt. En natuurlijk is het heel vervelend wat er is gebeurd. Maar we moeten niet te lang bij stilstaan. We moeten door. Morgen is belangrijk. En dan moeten alle gezichten de juiste kant op staan. Wat zegt het over deze club? Komt ook de Hoek, moet ik erbij zeggen, dat er morgen toch weer een dikke 20.000 mensen in dit stadion zitten? Ja, nou ja, dat kenmerkt wel Feyenoord, ja. Het is over het algemeen die doordeweekse wedstrijden van de beker zijn niet heel druk bezocht. Maar wat je zegt, ik las ook gisteren dat geloof ik 21.000 kaarten zijn verkocht. Ja, dat is wel typerend voor Feyenoord. Koeman gaat zijn elftal wel omgooien. Jij gaat in de basis staan. Had jij de afgelopen weken op meer gerekend dan die plek op de bank? Laat ik eerder anders zeggen, meer gehoopt. Natuurlijk, je rekent nergens op, maar je traint hard, je speelt in tweede en je probeert daar te laten zien dat je een kans verdient. En dan is het afwachten wanneer die kans komt. En voor mij is het morgen een goed moment om te laten zien dat ik er ben. Ja, dat zal voor meerdere jongens gelden, hè? Die willen morgenavond hun stempel drukken. Ja, nou, lijkt me ook logisch, toch? Ik bedoel, we hebben een hele grote selectie. Veel kwaliteit, niet alleen in de eerste elf, maar ook daarachter. En dus in dit soort wedstrijden moet je aangrijpen om je te laten zien dat je in principe ook in de basis kan staan. Is het af en toe frustrerend voor jou? Want wat meer doen dan goed spelen in Jong Feyenoord en uitstekend trainen kun je niet, hè? Nee, nou ja, goed. Laat ik vooropstellen. Het gaat natuurlijk om de club, om de ploeg, dat allemaal goed gaat. En los van vorige week en tegen Go Ahead ging het wat minder. Tenminste minder, geen ideale uitslagen. Maar het voetbal was wel beter. En dat is voor een wisselspeler is dat vervelend als het allemaal goed draait. Dan moet je geduldig zijn en wachten tot de kans komt. Ja, wat ik zeg, dan moet je blij zijn met zo'n wedstrijd die er morgen aankomt. En dan moet je het laten zien. Ja, blijft er ondanks de wisselvallige, met name in de laatste weken weer, wel een soort van gevoel in die groep van er valt iets te halen dit seizoen? Want ja, niemand is stabiel. Ja, nee, ja, goed. We hebben een dramatische start gehad en daarna eigenlijk wel een goede reeks neergezet. Ja, en je ziet het, alles staat gewoon dicht bij elkaar. Dus als je nu gewoon een reeks van wedstrijden achter elkaar wint, wie weet sta je bovenaan los. Verlies je er een paar, sta je in het rechte rijtje. Het is heel bizar wat er allemaal gebeurt.